En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. We zijn op metrostation Blaak. En hier staat dus de eerste metro uit 1968. Nou ja, hij is al eerder natuurlijk al gebouwd, maar de allereerste metro die in 68 reed. Beatrix en Prins Klaus hebben hier nog ingezeten bij de opening. En daar staat het juweeltje. De metro, type M. En dat is hem, jongens. 5024. Let op, door de weersomstandigheden kan het glad zijn op de haltes, perrons en in de voertuigen. De allereerste metro van Rotterdam. Jee, hier heb ik vaak ingezeten toen ik nog naar school ging. En ja, dit is echt leuk om te zien. Het is echt heel lang geleden. Zo rond eind jaren 90, begin 2000 zijn ze eruit gegaan. Vervangen. En deze is bewaard gebleven. Nou ja, ik ben hier heel vaak geweest. Ik heb hem heel vaak bezocht. En zelfs nog een keertje aan de Kleiweg geweest. Stond hij nog. En hij stond nog een keer onder zeil. Heeft hij nog gestaan. En toen daarna naar Hilversberg. En nu staat hij dus tijdelijk hier opgesteld. Super. Echt super gaaf. We gaan dadelijk naar binnen. En dan gaan we binnen nog even wat filmen natuurlijk. En de cabine uiteraard natuurlijk ook even filmen. Dus dat is wel ontzettend leuk. Dit was dus het allereerste type metro, jongens. De allereerste metro van de RET. Reed altijd op de tegenwoordige de D-lijn. Toen was het nog Erasmuslijn. En ja, ik zou zeggen, ik zeg niet veel meer. En kijk en geniet van de allereerste metro. Fantastisch. Jochem. We hebben heel veel foto's gemaakt, heel veel films gemaakt. Hartstikke leuk. Er is toch echt wel heel veel belangstelling voor. Ik vind het wel ontzettend leuk dat er zoveel belangstelling voor is. Want het is toch iets, ja, toch iets nostalgie. Iets van vroeger. En ja, mijn jeugd. Ik heb ook wel een deel met mijn jeugd te maken. Nou, we gaan naar binnen toe. Ik ga binnen even kijken. Hop. Helemaal opletten, hè. Wat, Ja, we zijn van klein kind laten. Ja, dan sta je zo bij de deur. Ja, ik heb het gedaan. Het lijkt wel alsof de metro naar binnen is. Nu rijden we. Ja, maar we stappen in en uit. Dat is niet goed. Dat is even wachten. Ja, het is wel ontzettend leuk. Ja, hij is gewoon YouTube op type M video's. Ja. Mooi is dat. En als ik dan naar een metro van nu kijk, die nu zo'n keer langskomen. En dat een beeldje komen, zo even handen filmen kijken. Ja, dat denk ik bij mezelf. Wat is er hier nou weer gebeurd? Dit is de bestuurderscabine, jongens. Dit is echt goud is dit. Echt zo super. Een van de Rutman, weet ik wat het is. Het brandt en flikkert. Maar dit was de bestuurderscabine van het type M.
De telefoon was met de centrale verkeersleiding. Nou, dan hier de knoppen van de deuren, de grondlichten, dus de gashendel, zeg maar. Treintelevisie erin. En hier is het af en toe nog wel eens een tweede bestuurder. Dat is toevallig visite waren. En dit was het, jongens. Het is echt geweldig. Het is een oude handrem. Vond ik altijd heel apart altijd. Dat is een auto handrem. Geweldig. 50 24B. Fantastisch. Een pronkjuweeltje. Zo. Dan gaan we nog even verder. Oh. Volgens mij zit ik ergens. Kijk ik wat verrot. Oh, ja. Hij rijdt nog niet. Toch nog gelukt? Ja. Ja. Zo. Ja, nu zo zat je. Stoeltjes. Ja, precies. Dan moet je handen ertussen. Kwartje. Nou, dat heb je tegenwoordig geen ritme voor. Ja. Ja, dat is in deze metro. Ja, dat weet ik niet. Dat is in deze metro is het geweest. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, nou, dat is ook, ja. Ja, nou, er is hier wat gebeurd. Wat is er gebeurd? Ik zou het plein. Ben je gevallen? Ja. Ja, en met je. Daar kan ik allemaal foto's ervan maken hoor. Maar... Hm. Wauw. Ja, van Blaak, hè. Dat is mooi. Nee, deze rijdt niet meer. Deze rijdt niet meer. Nee, ik kan niet rijden. Ja. Nou, grappig, hè?
Nee hoor. Even gaan de herinnering ophalen. Ja. Is dat leuk? Gewoon leuk. Het is een leuke kleine kaart, maar kijk, wat je nog, Alexander Graskruid, Romeinse op Binnenhof. En dan zie je hierboven, dat is dan later die lijn die ze doorgetrokken hebben, die was er nog niet. Dat was de lijn naar Zevenkamp. Zie je, die was er toen nog niet. En hier alle zones, 53, 36 was Spijkenisse, 5300 is Centrum. Echt leuk, hè? Oh, Spijkenisse stond er ook nog niet op, maar. Nee. Kijk maar. Hier van Leuvenhaven. Ja, daar Koolhaven. Zie je Koolhaven? De Maashaven, Slingen. Rome, Portugal. Hoogvliet. En er stonden hier alle bussen. 80, 81, 82. Zonneplaat en dan. Nu is dat 1985, toen is het inderdaad een meter verlengd naar Spijkenisse. Leuk, echt leuk. He? Oh, geef langs. Ja, Ja. Nee. Dus, dat is de andere cabine. Net zat in de B-cabine, dit is de A-cabine. Nou, dit is dus de A-cabine. Het is dezelfde dus als die andere. Hier de knoppen. Dan gaan we zitten hoor. Ah. Gaan we even zitten. Zo. Zo zaten de metrobestuurders vroeger. Geweldig. Echt hartstikke leuk. Alle knopjes. Ja, klopt. Ja, nou, we hebben er vaak wat ingezeten in dat ding, zeg. Hè? Ja, maar in het oude type bedoel ik. In het oude type bedoel ik. Ook die rampjes, hè, en die deuren, hè. Klapdeurtje, klapraampjes. Ja,
nodige metingen begeleid het hele proces. Wijzigen is nodig om de tunnelbank het vereiste draagvlak te laten opnemen. Vanaf dit ogenblik leven de bewoners van de dak. Vroeger is het niet beter. Ik wou natuurlijk. Ja, ja. Ik heb die andere man. Leuk, hè? Ja, vroeger zaten er drie aan elkaar gekoppeld voor zulke rijtijden. 3 en 2. Ja, 4 hebben we ook nog gehad, ja. Ja. Kunnen we wel een keer dat ik... Ik weet nog wel een keer dat ik bij Zuidplein was, waar van die jonge luiden waren aan het stoeien, was ook met zo'n metrotype. Die ging dwars door die ruit heen, van de metro. Dat weet ik nog wel. Dus, dingen die gingen heel snel doorheen. En dit was het bezoek van mij aan Metrostel 5024. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rotterdamse metro. Ik heb expres het nawoord maar thuis opgenomen. Het was zo ontzettend druk op metrostation Blaak. En ik dacht, nou weet je wat, dan doe ik het wel. Daar is het was zo druk. Het was bijna niet meer vol te houden daar zo. Het waren heel veel mensen. Dus het was een beetje moeilijk om nog te filmen, om er nog een eindvideo van te maken. Of het eindstuk van de video te maken. Dus bij deze doe ik het even weer thuis. Ik ben in ieder geval weer veilig thuis aangekomen. En ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, vreselijk, de groetjes allemaal. Je doet het je eerste vijand niet aan. Iedereen de groetjes van deze kant. En jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.